Stel, je kan heel goed tekenen, ontwerpen. Je bent geïnteresseerd in architectuur of je speelt een instrument heel mooi of je wil acteren. Ja, waar ga je dan je opleiding volgen? Want daarvoor zijn we nu hier in Maastricht. Hier, Maastricht Institute of Arts, is een academie, heeft heel veel disciplines. En waarin onderscheidt zich die nu? Nou, dat ga ik vragen, dat ga ik even uitzoeken. En aan wie kan ik dat beter vragen dan aan de directeur zelf? En dat is Edwin Jacobs. En hij staat me nu op te wachten. Edwin Jacobs. Hallo, Andrea. Ja. Goed je te zien. Ja, we zijn hier in een prachtige Maastricht. Ja. Maar we zijn hier eigenlijk voor de kunstacademie. Ja. Wat is dit voor een instituut? Ja, dit is het Maastricht Institute of Arts. En ben je creatief? Wil je dingen uitzoeken? Heb je gevoel voor beeld, overdracht? Geïnteresseerd in media? Maar eigenlijk alle vormen van kunst maken, dan ben je hier op het goede adres. Dus hier kan je dat allemaal doen? Hier kun je dat allemaal doen. Kun je leren, kun je doen. Dat wil ik wel eens even zien. Oké, we gaan kijken. Ja, kom. Let's go. Dit is wat wij onze open space noemen. En meteen geeft het wel een indruk wat de betekenis is. Open space, open ruimte. Ja. En dat moet je letterlijk nemen. Ruimte waar alles kan plaatsvinden. Hier zijn exposities, hier zijn performances. Hier kun je werken met in groepen. Hier kun je werken met alleen geluid of met dans. En deze ruimte is ook een van onze, ja, laat ik het zeggen, pareltjes die we hier hebben. Waarin je helemaal met elkaar in de groep, met docenten, maar ook in een kleiner verband kunt leren, kunst kunt maken, creatief kunt zijn. Ja, dus een soort broed creatieve plek. Ja, ja, precies. Ja. Hier zoek je de dingen uit. Hè. Ja. Hier ontstaan ze. Nou, ik wil wel meer zien. Je wil meer zien? Ja. Kom. We gaan hier naar rechts. Oeh. Oeh. En dit is wel heel leuk, want hier vindt net de opening plaats van de expositie van de eerstejaars van iArts. So, do you like it here to be here in this institute? Yeah. Yes. Okay. Thank you very much. Propaganda, dankjewel. Dat is wel overtuigend, hè, Edwin. Ja, 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 ja. Dat is wel heel cool, want als we hierheen naar boven gaan en dan gaan we helemaal naar de bovenkant in dit hele bijzondere historische gebouw. Huh? Maar dit is gaaf. Ja. En waar zijn we? Bij studentengeneeskunde of zo? Ja, nou, er is ooit... Biologie. Initiatief geweest vanuit de universiteit, waar anatomie en beeld en anatomie bij elkaar zijn gekomen. En in een master tekenen, illustratie, wow. Wetenschappelijk tekenen. En er zijn maar een paar opleidingen van deze in de hele wereld. Want je hebt natuurlijk heel veel kunstopleidingen in Nederland. Ja. Maar het gaat om wat maakt deze bijzonder en dat is alleen al dit. Ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder om je te laten zien, omdat hier ook authentieke details en sfeer heel bepalend is hoe je ook gewoon je plek beleeft. Ja. En wij zeggen ook, de plek maakt ook, hè, de beleving van de plek maakt ook uit van hoe je je onderwijs beleeft. Hoe vrij je je voelt om je dingen te doen, maar ook hoe veilig je je voelt om te kunnen experimenteren en dingen te doen. En Halloween kan je gewoon. En Halloween kun je ook gelijk. We moeten door, Edwin, want er valt zoveel te zien hier. Nee, we gaan verder. Ik sluit hem even af. Ja. Keramiek, grote werkplaats keramiek. Een van de grootste van Nederland. Ja, maar Maastricht. Keramiek, hè? Sphinx, ik bedoel. Sphinx. Ja, wie heeft er niet ooit op een Sphinx wc-pot gezeten? Wie heeft er niet op een... We gaan nu naar het
gebouw met de werkplaatsen. En dit is wel heel bijzonder, omdat dit de verbinding is tussen het deel van Dingemans en de Steurs. En dit open ruimtelijke settings. Dus als ouders zich afvragen, waarom kies je voor een kunstopleiding? Want is daar wel werk? We hebben een hele inspirerende docent, Roy Hoed, die zei een keer, hier leer je werk van te maken. Ja. En dat is wat er gebeurt. Die maakt het zelf. Ja. Ja. En ik heb ook wel gehoord van mensen die zeggen, iedereen zou eigenlijk op een kunstacademie moeten, een paar jaar moeten zitten om zich überhaupt te ontwikkelen. Ja. Dat het dus, helaas heb ik dat niet gedaan, maar dat een hele goede... Ja. Waardoor is dat? Dat is omdat je ziet nu, in deze tijd ook van corona, wordt er enorm beroep gedaan op creativiteit. Andere zienswijzen, alternatieven, een ander perspectief, een andere kijk op dingen die we kennen. En we merken ook sowieso in deze wereld dat het belangrijk is om door te blijven denken als het gaat over alternatieven. Ja. We hebben daar simpelweg mee te maken. En meer komen creatieve beroepen of beroepen waar een beroep wordt gedaan op je oplossing, op vermogen dat je iets anders kan bekijken, wordt alleen maar meer. Ja. Dat wordt alleen maar meer. Want hoeveel, als je alle disciplines... We hebben 972 studenten. Jeetje. Hier, weefgetouwen. Ja, kijk. Oude ambachten. Ja. En ik vind het altijd wel heel spannend, ook hier, dat je zelfs ook nog een volledige sieradenwerkplaats hebt. Oh, dit is ook goed. Ja, cool. Kijk dit stukje, dit. Ja. Dit is goed, zeg. En wat wordt hier... Wauw, dit zijn echt hele ouderwetse... Ja. Lijkt dit, het. Dit is helemaal op metaal ja. Ingericht. Met ook nog een hele materialenvoorziening. En hier heb je eigenlijk alle, laat ik zeggen, opties om grover en fijner met metaal te werken. Mag ik wat vragen? Ja. Waarom heb je voor deze school gekozen? Omdat je hier allemaal verschillende werkplaatsen hebt. Dus je hebt hier dan de metaalwerkplaats, maar je hebt ook andere werkplaatsen waar je kan gaan werken. En dan word je eigenlijk gewoon geholpen en dan kun je realiseren wat je wil maken. En je hoeft dus niet één ding per se te maken, je kan verschillende dingen doen. Dus ik ben nu bezig met een masker, maar je kan ook mode doen als je dat wil, of meubels maken. Dat hoeft niet bij één ding te blijven, dus je kan je ook in meerdere dingen specialiseren. En dat is wel heel fijn aan deze school. Ja. Heb je getwijfeld, Maastricht of iets anders? Een tijdje wel, maar uiteindelijk heb ik toch voor Maastricht gekozen. Daar ben ik wel heel blij mee, want ik voel me hier wel echt heel erg thuis. En je hebt ook hele fijne leraren en studenten zitten ook allemaal door elkaar. Dus dat helpt ook wel om iedereen meer te kennen. En daardoor wordt het wel een soort van grote familie, zeg maar. Dat is wel fijn. Dankjewel. Dat we hier uit kunnen. Kom, Andrea, kom. We hebben bijna een kasteel hier. Ja, het is bijna een kasteel. Dit is vanuit die kant de oude entree. Ja. Vanuit de Brusselse straat. En hier zie je wel dat het heel oud is ook. Ja, dit is net als boven. Je voelt die geschiedenis, hè? Nou. Het is echt, ik vind dat heel erg spannend. Maar dit is wel heel wat nieuwere deuren, Edwin. Ja, deze. Dat is niet zo historisch verantwoord. Op de binnenkant. Maar hier voel je, weet je, een stukje tijd. Hè? Daar heb je dat woonhuis waar we net waren van de Steurs. Ja. Frans Dingemans met zijn loop. Daar was die anatomische les, daarboven, bij wijze van daar spreken. Hebben we gestaan. Daarboven hebben we staan kijken. En hier een oude Maastrichtse huizen. Dit is weer nieuwer. Gevel. En dat is dat. Maar dit is wel een beetje een saai stukje.
Ja. Daar, maar daar gaat wat mee gebeuren, ja, of niet? Daar trap je me mee op mijn staart. Ja. Daar moeten we iets mee, daar gaat ook iets mee gebeuren. Daar moeten we iets mee laten gebeuren, want dat is zonde om het te laten liggen. Maar in 2023 zijn we 200 jaar. En we werken daar naartoe met een herhuisvesting, met een aanpassing van de gebouwen, entrees. We willen wat meer entrees, dat je opties hebt om naar binnen en buiten te gaan. We kijken naar ons onderwijs, daar gaan we ook een paar dingen in doorontwikkelen. Meer breedte, meer experiment. En dat vind ik ook wel heel erg cool, dat je het gevoel hebt dat ook zo'n plek als deze er helemaal bij hoort. En als je heel kort samenvat, waarin kenmerkt zich in de toekomst ook vooral dit kunstinstituut zich? Wat we doen is dat we meer de verschillende media bij elkaar zetten, bundelen we design of vrije kunst of opleiding tot docent of omgaan met media en digitale technieken. Dat je langer kan experimenteren en dat je dat als het ware veel meer individueel aan jezelf gekoppeld, wat je kan als het ware in een eindstudie kan omzetten. Die bachelor beeldende kunst wordt veel meer op maat ingericht. Kan je een voorbeeld dan noemen? Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben supergoed in animatie, maar eigenlijk, ik dacht van, misschien is docent zijn wel iets voor me. En gaandeweg leer je dat, leer je omgaan met die media en denk je, tjak, dat is hem. En dat kun je dan bij ons doen. En je hebt een aantal hele bijzondere masters, zoals bijvoorbeeld de Master Architecture, de Master Scientific Illustration. Die is al heel bijzonder, maar dat houden we ook echt zo. Daar gaan we ook heel, zeg maar, goed mee om dat dat ook zo blijft. Ja. Nou, en die mix op maat en specifiek, dat wordt hem. Die biedt Maastricht. Dat biedt Maastricht. Institute of Arts. Ja. Dus ga erheen.